Nog maar heel even. En dan vindt hier in Apeldoorn, midden op het Marktplein, het DELA EK Beachvolleybal 2018 plaats. En om deze trofee strijdt onder andere ons Nederlands duo Stubbe en Van Iersel. Ik ben Joyce Stubbe, 20 jaar en blokkeerder. Ik ben Marleen van Iersel, 30 jaar oud en ik ben verdedigster. Wat weten we al van Apeldoorn? Wat is er in Apeldoorn? Beleislo, Omnisport en de Apel. Let your love shine on. Let your sun shine through. Kings and queens of the... Jullie hebben denk ik nog nooit op zo'n bijzondere plek hier over staan spelen, of wel? Nee, en, nee. Want ze kwamen ook gelijk kijken naar jullie. Het was geen aapjes kijken, maar andersom. Ja, zij waren aan het aapjes kijken. Ja, precies. Waarin lijken jullie nou het meest op deze apen? In de slimme oplossingjes die ze gebruiken. Oeh. En gelukkig heeft Joy goede lange armen om alle ballen tegen te houden. Heb je ooit wel eens opgemeten? Wie heeft de langste armen van jullie twee, Joy? Nee, ja, dat weten wij helemaal niet. Weet misschien niet. Moeten we dat even doen. En de winner is... En jouw ervaring, je hebt natuurlijk heel wat jaartjes meer ervaring dan Joy. Merken jullie dat ook tijdens het spel? Heel af en toe komt het er wel eens uit dat ik door ervaring in een eindfase iets aanvoel, omdat ik het al zoveel heb meegemaakt. En dan is het wel eens dat ik zeg, oké, Joy, nu die en die bal. En dan, ja, ik denk dat het grootste verschil ligt in het geduld. Dat Marleen gewoon meer geduld heeft met sommige dingen dan ik. En daarin mij dus wat meer kan helpen en wat meer kan aanvullen. Marleen, vertel eens even iets wat wij nog niet weten over Joy. Joy houdt heel erg van dutjes doen. Joy, is dat zo? Ja, zeker waar. Ik ga liggen, doe mijn ogen dicht en ben vertrokken. Is als topsporter wel heel handig. Zeker. Eten, trainen, slapen is eigenlijk zeker, een leven van een topsporter, toch? Dat zijn mijn hobby's. En andersom? Dat ze stiekem heel leuk vindt om met mij te dansen op het hotel. Op wat voor muziek? Van alles. Ja. Maar ze kan ook heel goed met de billen schudden. Jezus. Laat even zien dan. Dit is, dit is een uitdaging, ja. Wat is jullie kracht als team? Ik kan af en toe wel een oekreten eruit gooien of heel hard schreeuwen. Dus jouw familie en vrienden herkennen jou niet als jij op het veld staat? Dat hoor ik heel vaak. Echt waar? Ja, als ze dan komen kijken, dan denken ze zo, je bent echt een andere Marleen dan buiten het veld. En zie jij dat ook zo? Nou ja, dat denk ik wel, want Marleen is gewoon best wel rustig en heel lief persoon eigenlijk. En in het veld, dan kan ik best wel geloven dat mensen haar minder leuk vinden. Als je haar tegen haar speelt. Je speelt liever met haar dan tegen haar. Tuurlijk, dat sowieso. Onze kracht is onze winnaarsmentaliteit. Ik denk dat we echt twee leeuwinnen in het veld zijn. Orang-oetangs. Zo kun je het ook noemen. En jij bent al twee keer eerder kampioen geweest. Drie keer scheef, je gaat gewoon weer pakken. Dat zou heel mooi zijn. Wij gaan heel hard ons best voor doen. En wij gaan kijken of we weer op het podium kunnen belanden. En daar gaan wij natuurlijk van uit. En daar gaan wij jullie ook heel erg hard voor aanmoedigen hier in eigen land. Wie verwacht je sowieso op de tribunes? Nou, ik denk sowieso dat onze familie en heel veel van onze vrienden wel zullen komen kijken. Ja, er kunnen 2000 man in het stadion. Dus er moet 2000 man oranje hier straks staan voor jullie. Ja, zeker. Dat is zeker de bedoeling. Hoe is de pool? In principe gewoon sterke teams. Twee keer Rusland, één keer Tsjechië. Ja. Eén team kennen we dus eigenlijk helemaal nog niet. De andere twee wel, dus dat is op zich wel in ons voordeel, denk ik. We zullen aan de bak moeten, maar dat komt goed. Jullie hebben bijna een familiebedrijf. Heel jullie familie is onderdeel van Team Stubbe van Iersel. Ja, mijn vader die helpt ons eigenlijk bij de marketinggedeelte. En Meert en Marleen, de vrouw, doet ook een stukje media. En de logistieke kant, een beetje managing kant. Zo werken we eigenlijk met z'n allen samen. Ja. Team Stubbe en Van Iersel, gaan jullie trofee pakken? Ja of nee? Ja. Deal? Deal. Top.